keep each other company. Maybe we. What's up, Rayleigh family? Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Reza voor de nieuwkijkers. En ik ben Michelle en ik heb er weer echt zin in. Jij? Ik ook. We zijn er weer. We zijn weer terug van nooit weg geweest. Ja, ja. Onze laatste video was echt, meer dan een half jaar geleden. Ik denk wel 9 maanden ondertussen. 9 maanden. Maar we zijn weer terug, alsof we nooit weg zijn geweest. Met super leuke dingen. Nieuwtjes, nieuwe dingen hebben we voor jullie in petto. We hebben superveel nieuws wat wij jullie graag willen vertellen. Ja, er komen superleuke dingen aan. Zeker, zeker. Ja. Nieuwe studio. We zijn weer terug. Nieuwe setup. Ja, we hebben een nieuw huis. Gaan we ze vertellen? We gaan ze vertellen. Maar voordat we het gaan vertellen, gaan we natuurlijk weer een shout-out weggeven. En dit keer geven we een shout-out aan Charfie09. Charfie09, shout-out naar jou. Super lieve bericht van jou. Wil jij volgende keer een shout-out van ons? Ja. Het enige wat je moet is een leuke bericht achterlaten. Abonneer op ons kanaal en dan krijg jij volgende keer een shout-out van ons. Vertel ze maar de nieuwtjes. Ga ze niet te lang laten wachten. Gelijk bam. Dat? Ja, maar dat wisten ze al. Zoals jullie weten, onze Instagram-volgers wisten al. Dat wij samen een kind krijgen. Ja. Dus vandaar kwamen heel veel vragen binnen. Dus we dachten, weet je wat? We gaan weer terug naar YouTube met de nieuwe video's. En we gaan even een zwangerschap Q&A opnemen. Ja. Dus bij deze. We hadden eerst vragen op Instagram gezet en er kwamen best wel veel vragen binnen. Toen hadden we onze Q&A opgenomen, maar toen bleven de vragen gewoon echt binnenkomen. En dan gewoon, ja, weet je wat? We nemen een nieuwe op. We nemen wel een nieuwe op, want we hadden niet iedereen zijn vraag beantwoord en dat wil ik wel echt heel graag doen. Allereerst bedankt voor al jullie vragen en bedankt voor ook de felicitaties en zo. Dus super lief, dank jullie wel. Dank jullie wel. Hebben jullie er lang over nagedacht voor de naam? En wat is zijn naam? Wat is de naam? Ja. Kijk, de naam weten we nog niet. Want die gaan jullie voor ons bepalen. We gaan binnenkort met een nieuwe challenge komen. En dan mogen de Instagram volgers de naam voor onze baby gaan bepalen. Dus wij gaan een paar namen op ons verhaal gooien. En dan gaan jullie bepalen welke naam we moeten doen. Dus wat wordt de naam? Dat hangt van jullie af. Volg ons op Instagram, hieronder. Yes. Hoe gaan jullie het allemaal combineren met YouTube? Nou, simpel. YouTube. We gaan gewoon, denk ik, alles filmen. Gaan jullie gewoon meenemen in ons dagelijks leven? Met de jongste Remy Family member. Ja, ja. Dat worden de jongste Remy Family member. We gaan ook gewoon superleuke dingen doen. En dat gaan we gewoon allemaal vastleggen. En dat gaan we allemaal jullie laten zien. Met jullie delen. En ja. We worden eigenlijk gewoon een nog grotere familie. Remy Family gaat dit jaar echt groot worden. Ik weet dat het geen vraag is, maar heel veel geluk. Zegt Linnie-. X love X. Dankjewel, Lini. Wensen jou ook heel veel geluk. Super lief, echt heel erg lief. Is het een zware zwangerschap geweest of vind je het nog meevallen? Nou, in het begin viel het eigenlijk wel mee. Ik dacht van, nou ja, als dit het is, dan ga ik die 9 maanden wel echt rocken. Maar nu het einde eigenlijk in zicht is, ik ben nu vandaag 39 weken. Nu wordt het wel echt gewoon heel erg zwaar. Dus eigenlijk de laatste paar weken zijn wel zwaar. Ja. Maar ja. Ik heb verder niks te klagen. Het gaat gewoon goed. Maar viel het ook mee. Ik heb alleen de leuke werk mogen doen. Wat wordt zijn favo speeltje, denken jullie? Dat weet ik eigenlijk niet. We hebben best veel speelgoed. We hebben best wel veel speelgoed. Ik denk toch wel die standaard, die Formon. Dat is zo'n stoel, zo'n attractieachtig. Ja, ja. Ik kan wel even een fotootje in beeld laten komen. Als die baby is. Maar ik denk als die groter is, dan wordt het wel zijn Range Rover. Oh ja, die Range Rover zeker. Ja. Welk woordje gaat hij als eerst zeggen, denk papa. Je? Nutella. Papa. Ja. Sowieso papa. Nee, ik denk mama. Nee. Nee, ik denk mama. Het kan toch niet dat hij 9 maanden in mijn buik heeft gezeten. Ja. En ik zo'n zware bevalling heb gehad. Want bevalling is niet chill. Nee. En dat hij dan als eerste na 9 maanden gaat zeggen papa. Waarom niet? Nee. Jawel. Nee. Papa wordt zijn eerste woord. Wat denken jullie? Nee, ik denk mama. Ja? Ja. Ja, ik denk sowieso mama. Papa. Nee, ik denk mama. Ben je zenuwachtig voor de bevalling? Ja. Ja. Ik ga er niet over liegen, ik ben echt super zenuwachtig. Ja. Word er s'nachts soms zelfs wakker van en dan zeg ik gewoon tegen Risa, ja, ik ben echt zenuwachtig. Maar je kijkt er ook wel heel erg tegenop, hè? Ja, ik kijk er wel echt tegenop. Maar het komt gewoon echt door al die horrorverhalen. Ik weet dat ik het moet vergeten en zo en dat het niet mijn bevalling is. Het is ook niet niks. Nee, het is best wel groot wat er allemaal uit. En het moet eruit. Ja. Welke haarkleur krijgt de baby? Ik denk dat hij wel mijn kleur haar krijgt. Ja? Ik denk zwart met krulletjes. Ik denk wel bruin.
Ja? Ik denk gewoon donkerbruin. Ja, omdat jij een beetje blond hebt van jezelf. Ja, en jij is zwart en dan wordt samen worden het bruin. Ja, dat kan ook wel bruin. Maar ik denk wel een beetje een krulletje. Ja, krulletje ook. Ja, dat denk ik ook wel. Gaan jullie het filmen? PS, hou van jullie. Evelien.vd/. Evelien wilt weten, gaan wij de bevalling filmen? Ja, dat hangt van jullie af. Michelle heeft op Instagram had ze een poll gemaakt. Met willen jullie dat wij de bevalling gaan filmen? En hoe was de tussenstand uiteindelijk? Ja, uiteindelijk zei wel 90% zei filmen. Ja, 90% zei filmen en 10% zei niet filmen. Niet filmen, dus wie weet, ja. Kijk, we gaan het sowieso filmen, maar gaan we het online gooien? Dat hangt van jullie af. Misschien wel gewoon sowieso een filmpje van voordat we naar het ziekenhuis gaan. Ja, sowieso. En het begin van ding, maar echt zeg maar... De bevalling. Mama supra, hoe noem je dat? Krimme, lekkere. Mama. Amara, je kan geen Frans. Mama supra of zo. Nee, dat weet ik nog niet. Gaan jullie in een groot huis wonen? We gaan wel verhuizen. Ja, we zijn wel echt bezig om uiteindelijk echt iets te gaan kopen. Want wat nu, waar we nu zitten is gewoon eigenlijk echt meer voor tijdelijk. Als het moment daar is, komen we wel met een house tour. Zeker ja, weten. Ja, sowieso. Voel je je nu ook anders nu je zwanger bent? Wie vraagt dat? Femke.dewij. Niet echt eigenlijk. Ja, je merkt wel dat je lichaam gewoon... Je wordt natuurlijk dikker, dus alles wordt wel moeilijker en zo. Maar ik voel me niet echt heel anders. Ik heb ook niet echt last gehad van zwangerschapskwaaltjes. Dat ik heel erg misselijk was. Maar wel gewoon af en toe een beetje misselijk, maar... Viel op zich wel mee. Op zich wel mee. Nu we zijn er 9 maanden wel goed doorgekomen. Ja. En Michelle is ook echt nog fanatiek. Hoogzwanger, ze rent overal naartoe. Ja, toch? Ja, dat wel. Hoeveel kinderen wouden jullie vroeger als kind? 3. Ik heb 2. Ik wou vroeger 3 kinderen. Ja. Ja. Maar nu heb ik wel eens iets van. Ik denk dat het er wel misschien... Ja, maar er gaan er geen 3 komen van de Remy Family. Nee, dat niet. Nee. Nou ja, tenzij ik nog een keer zwanger word en het zijn er gelijk 2. Ja. Maar we moeten nog even kijken hoe het loopt. Wat was jullie reactie toen jullie beseften dat jullie ouders gaan worden? Het ging eigenlijk best wel raar, want Michelle wou mij pranken. Vertel eens die verhaal. Nou, hoe is het gegaan? Onze laatste video was dat Reza die had zeg maar gedaan alsof mijn auto was gestolen. Dus ik was echt in paniek. En ik dacht ik ga Reza terugpakken. Dus ik wou hem eigenlijk pranken van dat ik zwanger was. Maar ik dacht dat ik niet zwanger was. We wisten het toen nog niet, hè? We wisten het toen nog niet. Dus ik had een vriendin van mij die was toen ook echt zwanger. Die is nu ondertussen al lang bevallen. Had ik over een zwangerschapstest heen laten plassen. En die had ik aan Reza gegeven, maar hij geloofde mij niet. En toen moest ik zeg maar nog een keer een test gaan doen. Ik had zoiets van, ja, doe hem nog een keer dan, als je echt zwanger bent. Ja, en toen dacht hij bij zichzelf van, oké, je bent echt zwanger. Maar toen kwam voor mij het besef van, ik ben echt zwanger. Ja, ja. Dus dat was echt super raar. Maar we hebben het wel allemaal gefilmd, alleen we hebben het nooit online gezet. Nee. We hebben het wel, die beelden. Ik ben wel echt super blij. Ik ook. Zijn jullie ready voor de bevalling? We zijn super ready. Hij is welkom, hij mag komen. We hebben alles in huis. Dus ja, vluchtkoffer staat al klaar. Als je naar het ziekenhuis gaat, moet je zeg maar spullen meenemen voor jezelf, voor je partner en natuurlijk voor de baby. En de maxi-cosi staat al in de auto. Zijn bedje is al helemaal spik en span en gewassen. Dus hij kan kunnen wel een keer een tour geven met de spullen die we hebben. Ja, dat is ook wel leuk. Ja, dat kunnen we doen. Hebben jullie al leuke kleertjes gehaald voor de kleine? We hebben super leuke kleertjes gehaald. Hij heeft denk ik ook gewoon meer kleding nu al dan ons. Hij heeft super veel kleding. Toch? En weet je wat het is? Eigenlijk is het nog zonde, want ze kunnen ze niet eens lang aan. Nee, nee. Maar wel super veel kleding. We hebben ook echt super veel van Fit Baby. Ja. Echt we gaan zijn oudje wel elke keer in de filmpjes laten zien van wat we hebben. Ja. Hoe hebben jullie het hele zwangerschapstraject ervaren van het moment dat jullie het wisten? Ja, op zich, ik vond het wel goed gaan. De eerste paar maanden ging het echt soepel. Het ging super snel. Alsof het gewoon normaal, weet je. Ik moet zeggen, de eerste 12... 6 maanden zelfs. Nee, maar de eerste 12 weken is het spannend. Want je bent zwanger. Je kan het nog eigenlijk aan niemand vertellen. Maar wij hebben dat natuurlijk wel gedaan. Ja, we schilderen het gelijk. Omdat je zeg maar nog in onzekerheid zit, weet je. En dan krijg je die 20 weken echo. Dat is ook heel spannend. Ja, toch? Ja. En allemaal verschillende testen en zo ga je ook allemaal doen. Dat is ook heel spannend. Maar uiteindelijk, als zeg maar alles gewoon goed is, weet je, dan... is het wel weer een soort van opluchting. Ja, ja. Het is toch een baby wat er in je, een mens wat in je buik groeit. Die in je ontstaat. Ja, uit liefde. Die uit liefde is gekomen. Dit waren dus alle vragen van onze zwangerschaps Q&A. Hebben jullie meer vragen? Stuur het gewoon naar ons toe. We beantwoorden alle vragen.
nog een week, maar het kan elk moment gebeuren en dan... Het kan ook gewoon niet gebeuren, hè? Dat is ook best wel spannend eigenlijk, hè? Ja. Bedankt voor het kijken naar onze video. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ben je nog niet geabonneerd, vergeet dan niet om op de abonneerknop te drukken. En join ook de family. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan zien we jullie terug bij de volgende video.